Crystals got me vibing, energy is rising. Everything is so divine. Take a deep dive for me. Open your eyes and see. Zoiets. Light up some sage and I meditate. Crystals got me vibing, energy is rising. I'm elevating. Take a deep dive with me. Open your eyes and see. Hello beautiful people, het is je girl Neno. Welkom bij de channel. Vandaag heb ik het weer over een edelsteen. Avonturijn. Avonturijn is een van mijn favoriete edelstenen, omdat het de kleur groen is. Als mensen mij kennen, groen. Mijn auto is groen. Mijn kamer is groen. Green, you know. Laten we diep duiken in de steen. Avonturijn heeft meestal de kleur groen. En het kan verschillen van donkergroen naar lichtgroen. Je kan er figuurtjes, poppetjes, het is makkelijk te bewerken. De avonturijn is geconnect met de sterrenbeelden, de stier, de weegschaal en de maagd. Het element die erbij hoort zijn water en lucht. En ik vind ook een klein beetje aarde, omdat het je ook aardt. De chakra die erbij hoort is de hartchakra. Het opent je hartchakra. Het laat zien wat jij wilt gaan doen. Waar jij gelukkig van wordt, waar jij blij van wordt. Wat deze wereld te bieden heeft voor jou. De avonturijn staat algemeen bekend voor het aantrekken van geluk, nieuwe dingen, inspiratie, motivatie, blije mensen om je heen, blij positieve dingen aantrekken, optimisme, met een blije inzicht doorgaan met jouw pad, jouw levensdoel, uitproberen en het willen doen van nieuwe dingen, door je comfortzone gaan. Zoals de intro. Super trots op die intro. Je weet toch. In China werden deze stenen ook veel gebruikt als een beschermingssteen. Een good luck stone. Dus ze maakten er mooie crystal grids van. Of ze maakten er amuletten van. Om hun te kunnen beschermen. Avonturijn wordt soms ook gezien als jade. En jade is een veel duurdere soort edelsteen. Door de prijs kan je meestal wel zien of het een jade is of een avonturijn. Mensen die dan geen geld hadden voor de jade, die kochten meer een avonturijn om dezelfde eigenschappen te kunnen uitstralen. De avonturijn kan tegen water, dus je kan deze buiten leggen. Je kan hem cleansen met water. Daar kan hij totaal tegen. Het was je girl Neno. Like, share en subscribe van de girl. Heb jij iets met een avonturijn? Heb je er eentje liggen? Wat doe je ermee? Laat het weten met de comments hieronder. En ik zie je de volgende keer weer met de volgende Crystal Talk. Ciao, ciao.